ready to eat. Dat is wel goed belegd. Ik vind dat zout zelfs een beetje afleidend. Ik heb wel zware ballen gehad, ja. Zo. Hoi, ik ben Alwin, een filmmaker uit Rotterdam. Naast het maken van films heb ik nog een hobby. Namelijk eten. Ik ben dan wel geen food professional, maar ik ben wel heel enthousiast om jullie mee te nemen in de wondere wereld van eten. Van food challenges tot aan het proeven van nieuwe producten of gerechten. Alles kan in Vetgezellig Eten. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Vetgezellig video. Het is vandaag donderdag, dus tijd voor een eetvideo. En vandaag ga ik iets doen wat ik elke eerste donderdag van de maand doe. Namelijk een nieuwe Vet Benieuwd met jullie delen. De afgelopen maand heb ik weer allemaal producten geprobeerd. Ik ben naar supermarkten geweest. Ik ben naar fastfoodketens geweest. Ik heb onder andere de nieuwe vegetarische Whopper op. Ik heb de kip nuggets gegeten. Ik heb het allemaal gedaan. Maar voordat we hier naar gaan kijken, ben ik heel erg benieuwd wat ik voor de volgende maand moet gaan proberen. Laat het zeker even achter in de reacties. Doe alvast een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan even. Dan gaan we nu kijken wat ik als eerste probeerde. Dat was volgens mij cookie dough. Laatst was ik bij een Jumbo en daar hadden ze de cookie dough hazelnoot chocolade. En dit is dus ready to eat. Er zit zelfs een lepel in de deksel. Dat wist ik trouwens niet, want ik had al een lepel gepakt. Ze spoon. Nou, dat is niet echt een lepel dit. Het heeft wel in de koelkast gestaan. Poeh, dat merk je gelijk. Nou, hij is een beetje hard. Nee joh. Oeh, die is wel lekker. Hij is wel heel zoet. Proeft de hazelnoot niet zo heel erg, moet ik zeggen. Wat ik wel heel grappig vind van cookie dough, is dat vroeger had je dat gewoon, en dan was het nooit een product. En nu is zelfs dus de ongebakken versie van een koekje of een taart, is ook al een product geworden. Ah, lekker product. Ik vind hem lekkerder dan de cookie dough die in de Ben & Jerry's cookie dough zit. Ik weet niet of jij hem lekkerder gaat vinden. Ik denk dat je de chocolade niet lekker vindt. In zo'n klein bakje zitten 480 calorieën. Dat is toch best veel? Maar wel heerlijk. Ik heb de burger. Zo, hij is zwaar. Dat is een zwaar burgertje. Wow. Oké. Ik ben hier heel benieuwd naar. We waren een keer in Antwerpen. En toen wilden we eigenlijk ook al eten, maar toen hadden ze hem niet. Maar ik ben heel benieuwd. Zo. Dat ziet er goed uit. Kijk, dat is wel goed belegd. Hij is volledig vegetarisch, of veganistisch zelfs volgens mij. Nee. Ja, de saus was plant-based. Kaas. Oh, oké, dus wij niet. Deze versie niet, maar ik ben wel heel benieuwd naar de burger. Hij is van de vegetarische slager. Zo, die is goed. Hij proeft heel vleesig. Hij wordt volgens mij gemaakt op dezelfde grill als de normale burger, dat wel. Die is echt wel heel goed nagemaakt. Kijk, zo ziet de patty ziet er zo uit. Heel vleesachtig. Ja? Ik vond de Whopper altijd wel lekker. Maar deze doen ze echt, hebben ze goed nagemaakt. Hij is niet heel droog of zo. Vind ik wel lekker. Ik zou dit wel zeker een 9 geven hoor. En goed gedaan. Lekker. En je krijgt een grote burger. Het is geen klein ding. Nee. De burger is op. En hij vult heel goed. Het is een grote burger. Hoe langer je door eet, hoe meer die wel smaakt naar een vegetarische burger eigenlijk. Alleen, hij is wel zo goed gedaan met de saus en de toppings en alles. Kan je best wel, als je het niet weet, iemand voor de gek houden ermee. Na de drop fruitdoos heb ik nu ook de schoolkrijtjes als ijs. En hier ben ik nog eigenlijk benieuwder naar als die drop fruitdoos. Omdat dit, ja, hoe ga je dat in godsnaam nabootsen? Oh, dat is een hele dunne. Er zitten er 8 in de 1 verpakking. Oké. Er is hier iets misgegaan. Dit is het ijsje. De punt hoort er nog aan te zitten. Het heeft geen bite. Het is echt ijs wat er omheen zit, maar dat smaakt echt naar dat bitter spul wat er omheen zit. En er zit een lekkere dropsmaak in. Ik vind de drop eigenlijk nog lekkerder als in de drop fruitduo. En het ijs is ook echt goed gedaan. Het is denk ik een beetje een soort van roomijs. Vanille-ijs, lekker een beetje. Ja, ik word er niet heel veel wijzer van.
Er zitten wel heel veel stoffen in. Maar ik ben hier wel, wel tevreden over eigenlijk. Ja, zo. Mocht je ze nog niet geprobeerd hebben, doe dat zeker als je die schoolkrijtjes lekker vindt. Want hebben ze goed gedaan. Dit geven. Nou, 8,5-9. Ik vind het echt lekker. Ik ben op het station na een shoot in Tilburg. En toen kwam ik ineens deze Twix tegen. En ik dacht, dat is wel leuk voor de proefvideo. Dus ga ik maar proberen. Het is Salted Caramel Twix. Het is gewoon een Twixje. Ik ben benieuwd. Niet heel bijzonder. Je proeft gewoon de karamel. En daar is er ineens een korrel zout. Ik vind dat zout zelfs een beetje afleidend. Alsof ze te veel zout erin hebben gedaan. Het zijn echt, grote stukken korrel zout. Het is gewoon Twix met zout. Ik zou het een 5,5 geven. Het is lekker, want het is Twix. Maar de zouttoevoeging had niet goed. Ik ga nu een pastaatje maken met truffelsaus. Guylaine en ik houden heel erg van truffel, dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. En dit is door heel veel mensen aangevraagd of ik de Iglo Green Cuisine wilde gaan uitproberen. Dit zijn vegetarische balletjes zonder soja. Het is gemaakt van erwteneiwit. 73%. Dat is een gek geurtje. Hoe gaan we deze, moeten we deze bakken? Het ziet er wel echt serieus op het plaatje goed uit, zeg. Ik ga even per persoon 4 balletjes eruit halen. Zo zien ze eruit. Ik ben heel benieuwd. Ik ga een lekker pastaatje maken met de ballen. Dan zeg ik dat ik de saus niet te echt vond ruiken naar truffel. Maar het ziet er wel lekker uit. Ik heb natuurlijk een beetje mijn eigen touch eraan gegeven, maar ik moet even de saus proeven. Dus ik neem even eentje met alleen saus. Komt-ie. Ja, lekker romig sausje, maar geen truffel. Echt nul truffels maken. Beetje een pepersausje lijkt het meer. Misschien truffel. Nee. Hey, lekkere saus, maar geen truffel. Dus de saus. Nou, ik vind saus lekker, maar als je zou zeggen truffel, dan zou ik zeggen een 1, omdat het gewoon geen truffelsmaak heeft. Maar ik vind het wel een lekker sausje, dus de saus zelf zou ik wel gewoon weer een 6 geven ofzo. Dit is de bal van Iglo. Hij voelt wat minder stevig. Nou moet ik wel zeggen, van de binnenkant lijkt hij echt op vlees. Best goed gedaan. Je hebt iets zo. Ik vind de smaak wel lekker, moet ik zeggen. De smaak is heel lekker. Alleen is het wel echt een ander soort vleesvervanger. Omdat je soja meer gewend bent. Maar ik vind dit echt wel lekker op zich eigenlijk. Qua smaak zeker. Hij voelt wat minder stevig in je mond. Een beetje raar om te zeggen misschien. Nee, snap je wat ik bedoel? Nou goed. Wel zware ballen. Ik heb wel zware ballen gehad, ja. Wat zou je die bal voor een cijfer geven? Die bal? Mm-hmm. Ja, ik heb echt wel lekkere ballen gehad. Mm-hmm. Maar voor een niet soja. Ja, ik vind best wel een goede bal hoor. Goede ballen. Ik zeg een 7'tje wel hoor. Ja. Ik weet alleen even de prijs niet meer uit mijn hoofd, maar ik vind hem qua smaak wel echt lekker. En ik vind de saus ook echt lekker, maar het is geen truffel. Oké, al jaren zie ik deze Tony Chocolin chocolademelk in de winkel liggen, maar ik heb het nog nooit geprobeerd. En ik was heel benieuwd naar of dit nou heel erg anders is als chocomel. Dit ziet er zo uit. Het ruikt ook naar gewoon normale chocomel. Ik ben benieuwd. Oké. Goede smaak. En lekker dik. Maar niet heel verrassend ofzo. Ik ben benieuwd ook als je dit opwarmt of dit... volgens mij is het wel lekker. Het is gewoon echt... Goede chocolademelk smaak, maar ik vind hem gewoon niet heel veel verschillen met normale chocomel van chocomel. Ik zou dit dingetje zo in één keer opdrinken als dat goed voor je zou zijn, zou ik dit elke dag weer drinken. Ik zou dit zeker een 8 geven. En in vergelijking met chocomel die iets goedkoper is, zou ik zeggen van ja, ik koop gewoon chocomel. Hij is wel heel lekker. Als tiener had ik best wel veel van deze frikandelbroodjes bij de Albert Heijn. Want dan had je er 2 voor 1,50 of een euro of zo. En ongeveer iedereen die op de middelbare school zit, deed dat volgens mij. Ik heb dus nu de vegetarische versie. En ik ben heel benieuwd, want ik heb al een tijdje dit niet op. Ik denk, zeker 5 jaar niet of zo. Dus ik ben heel benieuwd of dit een goede vervanger is. En hij ruikt ook echt precies hetzelfde als dat ik me kan herinneren. Echt top. Oké, gaat-ie.
Ik vind hem lekker, maar ik vind het geen frikandelbroodje. Niet? Nee. Ik vind het spul wat erin zit, vind ik meer wat weg hebben van een saucijzenbroodje. Dus ik vind meer een combinatie van een saucijzenbroodje met de curry van een frikandelbroodje. Ik weet dat heel veel mensen gaan zeggen, ja, maar vleesvervangers hoeven niet naar vlees te smaken. Maar ik vind dat de vegetarische slager wel redelijk daarmee adverteert dat ze dat wel doen. En het smaakt naar vlees, maar ik vind het dus niet naar een frikandel smaken. Ik zeg, ja, frikandelbroodje zou ik zeggen, dan is het een zesje. Want ik vind hem wel lekker en de smaak zit er wel in. Maar voor een normaal saucijsbroodje met curry smaak zou ik zeggen een 8. Want dan vind ik hem wel lekker. Maar het is gewoon geen frikandelbroodje. Zo, dat is een heftig currysausje dit. Nou goed, maakt niet uit. Ik ga hem even zonder saus even proberen. Dit is de spicy. Ze liggen er al een tijdje, want ze zijn niet echt knapperig. Oh. Ik hou niet zo heel erg van spicy. Waarom? Maar deze is niet zo heel spicy. Oh, oké. Okay. Ik denk, waarom neem je ze dan schoon? Nou, ik ben benieuwd naar was, maar dit is gewoon een kipnugget, maar dan ietsjes heter. Het is gewoon een normale kipnugget. Als je zo ziet, toch? Ja. Maar niet heel spicy. Komen we bij de vegetarische boys? De structuur is precies hetzelfde. De smaak is misschien net ietsjes anders. Maar ik vind het wel echt een goede vervanger hoor. Hier, de binnenkant is wel echt heel vlezig. Ja, het ziet er wel vlezig uit. Toch? Het ziet er wel vlezig uit. De smaak is wel echt net iets anders, maar het is wel lekker. Een goede vervanger. Nou, nice. De hele stad hangt vol met affiches en reclameborden van dit nieuwe toetje. Ik ben heel benieuwd. Mango Passie Witte Chocola heet die. En er zit in yoghurt, vrucht, 1,8% witte chocoladestukjes. Oh, dit is dus Mango Passie met witte yoghurt. Met witte choco. Ik ben benieuwd. Oh. Er zit een bepaalde swirl in. Een swirl. Met mango, denk ik. Kijk. Als je hem zo eruit lepelt, dan zitten er ook echt mango stukjes in. En ik zie witte chocoladestukjes. Hij is crunchy van de witte chocola. Maar het smaakt meer naar een Danio toetje. Een beetje daarna inderdaad, ja. Ik heb het idee dat de witte chocolade ook een beetje ingedaan is voor de bite. Ja, ik vind het wel lekker, maar het is niet heel bijzonder. Het is eigenlijk gewoon een mango yoghurt met witte chocoladestukjes erin. Die je al vaker op kan hebben van Mona. Kan je net zo goed gewoon een yoghurtje kopen van Mona of een ander merk. En dan zelf witte chocoladestukjes erin raspen. Zou ik het geven? 7 hier. Bedankt voor het kijken naar deze derde aflevering van Vet Benieuwd. Mocht je nou volgende maand weer erbij willen zijn, abonneer op mijn kanaal. En reageer met wat ik volgende keer moet proberen. Ik ga het allemaal voor jullie doen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie, nou ja, ik zie jullie maandag. Maar ik zie jullie volgende maand ook weer als je alleen deze serie volgt. Tot dan. Bye.